In Red Mijn Vakantie helpen we Nederlandse toeristen die tijdens hun vakantie in de problemen zitten. Wij gaan de confrontatie aan en zorgen voor de oplossing. Zodat iedereen alsnog kan genieten van een welverdiende vakantie. Traan schiet in mijn ogen. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. Ja, je komt gewoon daar naartoe. Ja, maar je moet het oplossen. Hier is wel nood schoongemaakt. Oh, wat verschrikkelijk. Vies, hè? Dit is de guest, hè? Why don't you fix it? Don't touch the camera. You're crazy, man. Maf Kees. She's lying. You are lying. En je wil naar huis? Zo'n drama, hè? Vandaag in Red Mijn Vakantie springt Rob in de breis voor 3 vriendinnen. Ze dachten via booking.com een leuk appartement te boeken. Nou, en ik begon gewoon te huilen en hun daarna ook. Het hotel weet niets van een boeking. Meneer Geus, dat is uw naam toch, hè, Geus? Ja, heel goed. Oké, ik ben nu bezig. Nee. Claudia en Michael willen voor het eerst met de hele familie een weekje weg. Maar dan slaat het noodlot toe. Nu mocht het helaas niet zo zijn omdat mijn vader een herseninfarct heeft gekregen. Voor de annuleringsverzekering is dat blijkbaar niet voldoende om tot de uitkering over te gaan. Staat jullie gewoon keihard in de kou staan. Ja. 4 goede vrienden zijn na veel voorpret eindelijk neergestreken in Salau. Voor bijna €1.750 hebben ze een 11-daagse vakantie geboekt in appartementencomplex Pacific. Maar in plaats van een riant appartement krijgen ze een soort ondergelopen bezemkast. En daar moeten ze het met z'n vieren zien te redden. Ik ben in Spanje, ik ben onderweg naar 4 jongeren uit Nijmegen. Ze hadden heel lang gespaard voor een welverdiende vakantie. En bij aankomst in Spanje bleek het appartement 1 gore bende te zijn. Zeiden Rob, we hebben geklaagd bij de reisleiding. Die neemt ons niet serieus, kom ons helpen. Ik ga ze ontmoeten. Tot Rob's grote verbazing staan er niet 4, maar 3 jongens op hem te wachten. Hey, Rob. Hey, 3. Ja. U wou het ze vieren, toch? Ja. Waar is de vierde? Ja, Thomas naar huis. Hij vond het echt heel smerig op het appartement. Ik gewoon hielp niet mee, zou ik maar zeggen. Hij is gewoon weg? Ja. Oké, zo, heftig. Ja. U was er gewoon helemaal klaar mee? Dus ik kom, we hebben lang gespaard voor deze vakantie. En dan kom je in zo'n scheidhok eigenlijk. Want het is gewoon echt vies. Het is echt gewoon super vies. Er zit geen verhoging in de douche, dus als wij gaan douchen, ligt de hele badkamer is nat en er is geen putje daarin. Dus dat moeten we dan opruimen met handdoeken. Ik keek met het gordijn, hele schimmelvlekken op het gordijn. Allemaal vieze, gele, rode vlekken op de vloer. En dan van in de hoekjes allemaal van die zwarte aanslag. Hoe is het met de bedden? 2 bedden en 1 bank. 1 bed onder de bank. En hoe ligt dat? Nou, niet echt lekker, het is gewoon op de bank duidelijk. Maar dan begint je reis al eigenlijk geïrriteerd. Ja. Want dan denk je, ja, ik heb er net hard voor gespaard. En dan kom ik aan en dan stoppen ze ons eigenlijk in een klein vies hok. Nou, een andere naast ons die had hetzelfde appartement als ons. Alleen ze zijn met z'n tweeën. Dus wij betalen eigenlijk voor het appartement voor 2, alleen dan dubbel. Hoe voelen jullie je? Ik voel me een beetje genaaid. Ja. Door de GoGo. En boos? Ja. Want jullie hebben inderdaad geklaagd bij GoGo. Wat zeggen ze dan? Ja, ze zouden er werk van maken, maar uiteindelijk is er nog niks gebeurd. We worden gewoon gehandeld een beetje als kleine kinderen bij de reisleiding. Ja. Als we bellen, dan worden we zeggen we gaan er iets aan doen en dan hoor je helemaal niks. We worden echt aan het lijntje gehouden. Dat is toch bizar? Ja. Dus laten jullie eigenlijk aan jullie lot over. Ja. Dus denk, laat me lekker gaan. Lekker belangrijk. Ja. Bij het Pacific is de receptie 24 uur per dag bemand. Daar zitten ze niet op kritische bottenkijkers te wachten. Zeker niet met een camera erbij. Maar het is natuurlijk niet de eerste keer dat Rob met dit bijltje hakt. Dus weet hij ongezien naar binnen te glippen. Zo, lekker uit. Hey, wat is dit dan, joh? Is dit je slaapkamer? Ja. Lijkt wel een nisje. Ik ga je dicht. Nee, die kunnen we dicht. En hier die bank en dat bed wat eronder zit. Jezus. Dit is het. Hier vragen ze €1.500 voor. €1.600, ja. Serieus. Ja, dit is wel heel klein en... Oh man. Dit is echt een hok. Zeker wanneer je bedenkt dat je hier met 4 man je vakantie moet doorbrengen. Hey, even kijken, die badkamer, jongens. Van de ellende. Ja, die wc. Wat is hier aan de hand, joh? Het hokje dat voor badkamer moet doorgaan, staat continu blank. Nee, joh. Want als je doucht, loopt het niet gewoon het putje in, maar over de vloer. Ja, te buiten. Kansloos. Moet kijken. Het ene probleem maakt het andere probleem groter. De deurposten zijn door het water compleet verrot. En door het vocht kan overal schimmel welig tieren.
Alles is oud, versleten en smerig. Dat noemen hun een afzuigkap. Hé, hey, joh. Dat is toch gevaarlijk ook, man. Kijk maar die draadjes. Maar komt er wel geluid uit, die afzuiging? Nee. Kijk. Oeh, jongens. Volgens mij gaan we dan omhoog. Wat is dit dan, joh? Het is een propeller gewoon. Die is leuk als je hem achter je speedboot hebt hangen. Maar niet voor als afzuiging. Rob valt van de ene verbazing in de andere. De lijst met mankementen is eindeloos. Het is schandalig hoe ze jullie hebben weggestopt, jongens. Hier ook, jongen. Die muren, man. Er zit geen plint tegenaan. Maar ik vind het echt heel slecht. Een badkamer die overstroomt. Een afzuigkap waar een propeller in zit die achter een boot hoort te hangen. Het is één groot drama, jongens. En het is onwijs klein. Als je hier met z'n vier moet leven. Sterkte. Straks, Rob heeft een interessante ontmoeting met de manager van het hotel. What I'm going to do, I go call GoGo. You don't yes? have to call anyone. If you can call, how do you do it? You have to check this, huh? Huh? Hello, look. Nu baby Ralf bijna 1 jaar is, willen Claudia en Michael met de hele familie zijn verjaardag vieren. Daarom boeken ze voor bijna €960, inclusief annuleringsverzekering, een vakantiebungalow op Park de Eemhof. Maar dan slaat het noodlot toe. Ik heb een noodkreet ontvangen van Claudia. Ze zou namelijk met de hele familie op vakantie gaan. Dus met haar ouders, met haar man, met haar zoontje van 1 en met haar broer. Alleen 2 weken voordat ze zouden gaan, kreeg haar vader een herseninfarct. Een afschuwelijk verhaal. Maar geluk bij een ongeluk, ze had een annuleringsverzekering afgesloten. Dus je zou zeggen, ze zou in ieder geval haar geld terugkrijgen. Maar niets bleek minder waar. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Thijs. Claudia. Hey Claudia. Hi. En dit is de kleine Raf. Dit is Raf. Ja. Wat een schatje. Dankjewel. Wat hebben jullie precies geboekt? Ja, een weekje vakantie bij Santa Parks, bij de Eemhof. Nu mocht het helaas niet zo zijn omdat mijn vader een herseninfarct heeft gekregen. Een herseninfarct? Een herseninfarct, ja precies. En dat heeft geleid tot een verlamming aan de linkerzijde van zijn lichaam. Helemaal verlamd? Was helemaal verlamd, ja. Dat is afschuwelijk. Ja, dat is zeker afschuwelijk. Ja, dat zie je niet aankomen, zoiets. Nee. Weet je nog wat je dacht? Wat je voelde? Ja. Ik was vooral echt... Ja, geschrokken, verbijsterd, hoe dat mijn vader nou kon gebeuren. Ik bedoel, hoe gebeurt zo'n man dat nou? Ja, dat is toch mijn sterke vader, hè? Ja. Ja. Gaat het? Ja, nee, gaat wel. Hoe moeilijk is het voor jou om je vrouw hiermee te zien worstelen? Ja, ook moeilijk. Het moment waarop het gebeurde, ja, je verwacht zoiets niet. Je ziet het gewoon niet aankomen. Het is gewoon een hele vervelende situatie. En dan zeg ik het nog heel netjes natuurlijk. Gelukkig hebben ze bij Center Parks een annuleringsverzekering afgesloten. Dan hoeven ze zich in deze nare periode niet druk te maken over de financiën. Alleen lijkt die verzekering absoluut niet van plan iets uit te keren. Het mooiste was ook nog dat we eerst zoiets hadden van... Waarom zouden we het überhaupt doen? We zullen hem toch niet nodig hebben. Ik bedoel, we willen deze reis maken, dus die gaat hoe dan ook gebeuren. Ja, en toen dachten we naderhand, toen het dan gebeurde met mijn vader, is nog een wonder geweest dat we het wel afgesloten hebben. Gelukkig, ja, inderdaad. Gelukkig dachten we toen nog. Maar goed, zoveel geluk mocht dat ook niet zijn. Ja. Want? De annuleringsverzekering was niet voldoende. Want de annuleringsverzekering bleek niet voldoende. Dat is hard. Ja, behoorlijk hard. Dat valt me ook vies tegen van het Center Park zelf. Ja. Want we hadden extra voor Center Park gekozen. We zijn de vorige keer met een andere maatschappij gegaan, met een ander park. Nu hadden we extra voor Center Park gekozen, omdat het toch de grootste is. En ja, dan krijg je zoiets. Slaat jullie gewoon keihard in de kou staan. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. Nu, een maand later, gaat het met de vader van Claudia gelukkig weer de goede kant op. Vandaag mag hij voor het eerst van het revalidatiecentrum weer een paar uurtjes thuis doorbrengen. Thijs gaat met Claudia mee om hem op te halen. Heeft hij het er moeilijk mee? Mijn vader heeft het er zeker moeilijk mee. Ja. Het had zo mooi geweest, die vakantie, weet je wel? Het had zo'n... Ja,
absoluut. Had ze mooi kunnen zijn ook. En dan zit jouw vader daar te knokken. Mm-hmm. En dan heb je zo'n verzekeringsmaatschappij die gewoon... Die het gewoon laat afweten, ja. Ja. Ja, en Centerparks heeft dat geld gewoon gekregen. Ja, we hebben dat geld gewoon gekregen, precies. Ja. En wij hebben daar niets voor teruggezien. Ja, een hele hoop ellende, dat hebben we teruggezien. Het doet Claudia zichtbaar goed dat het weer wat beter gaat met haar vader. Nu ze hem vandaag kan ophalen, verschijnt er eindelijk weer een kleine glimlach op haar gezicht. Thijs, ben ik. Hoe is het? Het gaat nog wel. Ja? Een beetje moe van de therapie, maar het gaat wel. Ja, je kunt weer goed praten. Gelukkig wel. Ja. Wat schrikken, man. Ja, dat is zeker. Ja. En dan dacht je even lekker op vakantie te kunnen gaan. Ja, dacht je, ja. Maar dat is niet zo. Nee. Palen. Yes. Tot zo. Lekker naar huis. Ja, ik ben lekker zo, aan het slapen. Tot zo. Oké. Okay. Intussen valt Rob in Salau van de ene verbazing in de andere. Vier jongens uit Nijmegen zijn daar in een piepklein appartement gestopt. Daarbij is het zo smerig en uitgeleefd dat een van de vier alweer zijn koffers heeft gepakt. U wou het vieren, toch? Ja, Thomas naar huis. Hij is gewoon weg. Ja. Nou, ik ga een speedcheck doen. Even kijken hoe erg het is. De oppervlaktetest is altijd een goede indicatie hoe vervuild een appartement echt is. Rob probeert een willekeurig oppervlak uit. Dit keer is het een tegel in het keukentje. Het begint wel lekker. Ja. Goh, hè? Echt haas. Ja, zwart. Dit is jullie muur van jullie keuken. Ja, dat is echt. Dat kan niet. Bizar, hè? Ja. Ik vind het ook wel heftig. Met deze verontrustende uitslag op het netvlies houdt iedereen zijn hart vast voor de blauwe lamp. Ah, jongen. Hey, vieze jongens, hé. Dat is heel vies. Maar kijk, we gaan naar het toilet toe gaan. Kijk eens, alleen de deksel al van het toilet. Jongen. Maar ook die hoek. Zit ook alles zit onder. Kijk, de bovenkant. Alles zit onder de ellende, jongens. Shit. Echt. Het is echt heel kut. Gewoon vies. Maar in het slaapkamertje is het zo mogelijk nog erger gesteld met hygiëne. Kijk eens. Jongen. Allemaal vingerafdrukken. Heel jouw bed zit onder bloedvlekken. Schimmel en zweet. En als ergste, je slaapt ook nog tegen het trekmuurtje aan. Want als je even omhoog kijkt, heel jouw muur zit onder de ellende. Kijk eens, ze zijn hier helemaal losgegaan. Oh god. Echt bizar. Heren, wie slaapt hier? Ik slaap hier. En ik slaap daar. Oké. Nou, ik heb wat nieuws voor je. Degene die hier slaapt, die heeft een groot probleem. Hoe voelen jullie nu? Ja, echt gewoon. Even nice. Het is echt heel vies. Het is echt heel vies. Ja, ik wil je niet verontrusten, vriend. Maar je slaapt haast met je hoofd tegen zo'n spermamuur. En als je voeten uitsteken, liggen ze ook nog in wat andermans ellende. Jij ligt ingebouwd tussen de spermahoek. Ja, ze hebben een film opgenomen hier of zo. Ik weet het niet, maar bizar, hè? Wow. En dan nog een laken met schimmel en bloed. Nou. 1500 euro, zeg het maar. Nou, dat geeft er nog geen 1 euro voor. Rob heeft genoeg gezien. De jongens kunnen geen minuut langer in dit piepkleine, smerige appartement blijven. Hij loopt direct door naar het kantoor van de manager. Voilà, de guys die stay in this hotel. En they call me, I'm a hygienic specialist from Holland. And I have some pictures from the room. Like this is in the bathroom. A lot of water, it's unbelievable. No, a lot of water available. Why? Because you are checking the shower, you close the door? No. There's no door. Like here. It's in the kitchen. It's in. This is the kitchen. No. They must cooking here. Het kan niet anders dan dat de manager echt wel weet hoe slecht de appartementen eraan toe zijn. Ondanks dat blijft hij ze gewoon in de verhuur doen. What I'm going to do, I go call GoGo. You yes? have to call anyone. You can call. Correct. What are you doing? You have to check this, huh? Huh? Oh no, look. Om de verjaardag van baby Raf te vieren willen Claudia en Michael met de hele familie een weekje naar Centerparks. Maar wanneer de vader van Claudia een herseninfarct krijgt, kan die vakantie natuurlijk niet doorgaan. Dat is toch mijn sterke vader. Ja. Tot overmaat van ramp weigert de annuleringsverzekering van Centerparks de verloren gegaane vakantie te vergoeden. Even vanaf het begin. Jullie vader overkomt dit. Mm-hmm. Jullie moeten nog op vakantie, dus
En jullie hebben een annuleringsverzekering. Mm-hmm. Dus ja, 1 en 1 is 2. Jullie bellen om het te annuleren. En dan? En dan moeten we natuurlijk bellen naar Centerparks. Zij hebben ons toen het nummer gegeven van Europe Assistance. Dat was de verzekering waar de annulering dan via zou verlopen. Dat nummer hebben wij vervolgens dan weer gebeld. En vanaf het moment dat ik op de vrijdag het annuleringsproces in gang heb gezet, dus de dag nadat we wisten dat wat gebeurd was, ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met informatie toesturen, bellen. Weer bellen, weer horen dat er nieuwe informatie gegeven moest worden, die weer sturen en vervolgens weer horen dat het niet goed genoeg is. Wordt continu gevraagd naar een medisch attest, een compleet medisch attest van mijn vader. Dienstdoende arts van mijn vader had zoiets van: ik kan sowieso niet meer geven dan ik nu al heb gedaan. Dat mag gewoon niet. Centerparks heeft de annuleringsverzekering uitbesteed aan Europe Assistance. Een bedrijf dat niet in Nederland zit. Hun dichtstbijzijnde kantoor zit in Brussel. En de arts die deze zaak behandelt zit in Madrid. Ondanks dat mogen zij in Nederland geen andere eisen stellen dan wat hier bij wet geregeld is. De arts heeft gewoon een brief gestuurd van: dit is er met deze dit man is, aan de hand. Ja. Dit is ermee gebeurd. Het revalidatiecentrum heeft een brief gestuurd. Ja. Deze man is op dit moment aan het revalideren. Ja. En hier zouden ze voldoende aan moeten hebben, zeg maar. En wat zei die arts uit Madrid? Ja, zij beweren van niet. Nee. Je loopt gewoon continu tegen het hetzelfde verhaaltje op. Je krijgt steeds hetzelfde weer te horen. Mag dat? Mag een Nederlands ziekenhuis deze informatie verstrekken? Nee, dat mag gewoon niet. Dat is privacy schending. Ze mogen gewoon niet meer geven dan wat ze nu al doen. Om de verzekeringsmaatschappij toch te overtuigen die €950 uit te keren, hebben Michael en Claudia ondertussen een vuistdik dossier verzameld. Maar het enige dat de verzekeringsmaatschappij doet, is de boel vertragen. Het is niet normaal dat je zo'n stapel aan papierwerk hebt om gewoon gebruik te maken van je annuleringsverzekering. Ja. Waar je gewoon voor betaald hebt. Ja. Maar waarvoor dient een annuleringsverzekering wel als je al bij een herseninfarct je geld niet terugkrijgt? Ja, precies. Maar wat moet er dan? Ja, mijn vader heeft wel heel cru gesteld. Als ik was overleden, dan was het nog niet rond geweest. Al zijn leven. Het is heel cru, maar je gaat er bijna wat denken. Ja, precies. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Door het herseninfarct raakt Claudia's vader linkszijdig verlamd en zijn spraak is hij zo goed als kwijt. Nu, een maand later, gaat het met zijn gezondheid steeds weer een klein stapje vooruit. Ja, Jos, hoe is het? Momenteel gaat het gelukkig een stukje beter. Ik ben een beetje mobieler. Ja. En ook met mijn arm kan ik ook wel weer een beetje meer als een begin. En de spraak is gelukkig goed. Ja, dat is denk ik weer bijna helemaal terug. Ja. Hey, hoe belangrijk was die vakantie voor je? Oh, daar val ik sowieso op. Want, je gaat met je kleinkinderen en met je familie op vakantie, maar dat zit er nou niet in. Ja, het is balen, hè? Ja. Wat vind je nu zo moeilijk? Ja, het zit je niks, maar je kunt zo moet je naar werk gaan. Ja. Ik ben al blij dat ik kan wat ik nou kan. Dus, ja. Maar als ik nou ga kijken of we toch op wat voor manier jullie een soort vakantie kunnen geven. Dat zou wel leuk zijn, ja. Ja? Zou dat mooi zijn? Dat zou mooi zijn, ja. Want dat heb je al verdiend, Jos. Yes, ik beloof bedankt. Het. Dat ik er alles aan ga doen. In Salau zijn vier vrienden uit Nijmegen in een piepklein en vies appartement gestopt. Wat is hier aan de hand, joh? Het is zo erg dat een van de vier linea recta weer naar huis is gegaan. Kijk eens, ze zijn hier helemaal losgegaan. Degene die hier slaapt, die heeft een groot probleem. Rob gaat verhaal halen bij de manager, maar die heeft geen boodschap aan kritische pottenkijkers uit Nederland. Hola, I have some pictures from the room. Kijk, this is in the bathroom. A lot of water, it's unbelievable. And the room is too small for four big guys. No, the rooms are all the same. Yeah? For 2, 3, 4 maximum. But for 4. Hey, that's strange, like you say. 2, 3, and 4. It's the same. The capacity is 2. This when 2 people come, they pay 750. And for, with 4 people, they pay 1,500 euro in the same room.
That's different. That's very strange. I really don't know. No. But you tell me 2, 3 and 4 in the same room. Kortom, slapen op een armetierig matrasje op de grond kost je ook nog gewoon €450. Snel verdiend. I don't think. Is that correct? What are you doing? We have to check this, huh? Huh? No. Look. And you know it. Oh, he. You don't know. Yeah, he's my friend. He's filming. I don't want to see anywhere. Huh? No. Okay. To watch my face anywhere. No. Okay. Okay, but can you help us? No, if you don't cut now, I'm going. Nu de camera is ontdekt, is er geen gesprek meer mogelijk. Ze worden simpelweg het pand uitgezet. Rob is geschokt door de gemakzuchtige houding van de manager. Hij verlult ze eigenlijk wel, want hij zegt letterlijk, joh, alle kamers zijn hetzelfde. Hè? 2, 3 of 4 personen worden in hetzelfde hok geplaatst. Dus jullie worden ook eigenlijk nog een klein beetje opgelicht. Je kan geen 4 mensen in de kamer van 2 mensen stoppen, dat gaat niet. Betalen wij veel te veel nou. Jullie betalen veel te veel, denk ik. Ja. Voor de jongens moet er direct een oplossing komen. Gelukkig is na een telefoontje van Rob de reisleider al snel ter plaatse. Hoi. Hoi. Hey mannen. Hoi. Fijn dat je snel kon komen. Ja, tuurlijk. Er gaan een paar dingen niet helemaal lekker. Nee, ik heb het vernomen. Ze logeren in Pacific. Ja. Nou, ze hebben bij jullie geklaagd al. Een aantal dagen geleden over de slechte hygiëne en de slechte gesteldheid van het appartement. Okay. Ook de kleine kamers. Nou ja, ik ben bezig kijken, want jullie hebben geen reactie gegeven aan de jongens en ze hebben ons ingeschakeld. En als je dan kijkt wat jullie verhuren en wat jullie ervoor vragen, ja, dan moet je echt schamen, denk ik. Ik heb mijn verhaal gaan halen bij het hotel zelf. Ja. Nou, de manager die begon vriendelijk met me, maar hij zei ook heel snel in zijn verhaal, we stoppen in dezelfde kamers 2, 3 of 4 mensen. Dat kan niet, want dan betalen die gasten veel te veel geld. Sowieso. Want als er 2 mensen ook in kunnen logeren en jullie stoppen er ook 4 in, dat klopt niet. Nou, en zo kan ik nog eens doorgaan. En als je dan kijkt, de slechte staat van de kamer en dan hoe jullie met de gasten omgaan als ze klagen dat ze eigenlijk niet serieus worden genomen. Maar controleren jullie niet eerst de appartementen voordat ze überhaupt in de verhuur gaan? Ja, de appartementen worden inderdaad dus wel gewoon gecontroleerd. Maar en dat is het, als dit appartement gecontroleerd is, dan is het of iemand met een hond geweest of met een slok. Het ergste vind ik gewoon, die gasten hebben heel het jaar knetterhard gespaard. Ja. Het zijn jongens van 19 jaar die gewoon op school zitten en een bijbaantje hebben om die centjes bij elkaar te smokkelen. Ja. En uiteindelijk te gaan genieten van een welverdiende vakantie. Nou, dan komen ze aan en de gasten, je hoeft hier niet hoger school voor gehad te hebben om te zien dat dit niet klopt. Dus ga zo snel mogelijk aan het werk, goede upgrading en sluit het hok. Laat het even op je inwerken. Ja, zeker. En ga alsjeblieft een plan van aanpak maken. Ja. Oké, wij zien elkaar zo. Ik wacht hier. En ja. ik hoop op een hele mooie uitslag. Ja, we gaan er zeker achter. Oké. Yes. Jongens, blijf geduld. Terwijl de 3 vrienden zo snel mogelijk hun koffers gaan pakken, gaat Mette overleggen met het hoofdkantoor. Hopelijk zien zij ook de ernst van de situatie in en komen ze met een passende oplossing. Hoi. En? Nou, ik ben net met het team zijn we druk bezig geweest om een alternatief te vinden voor deze mannen. Om ervoor te zorgen dat ze hun vakantie nog optimaal kunnen benutten. Dat is ook zeker gelukt. De taxi komt er elk moment aan en ik wil jullie graag meenemen. En waar gaan we heen? Op dit moment gaan we naar Los Peces. En ik heb het net zelf heb ik het gecheckt. De kamer is gewoon nog een keertje goed schoongemaakt. Daar wil ik jullie graag mee naartoe nemen. Dankjewel. Hoppakee, boys. Kom maar. Een lekkere ruime woonkamer. Ja, natuurlijk. Een lekkere keuken. En wat anders? Hey jongens, uitzicht. Ook lekker. Ja, dit is mooi, hè? Dit is wel mooi, hè? Wat een verschil, hè? Oké, jongens, zijn we blij? Ja, superblij. Mooie accommodatie, groter, schoner. Ja, en gewoon zoals het hoort. En vergeet de kippenhok. Jullie vakantie gaat nu pas beginnen. En pas op met de kippetjes. Succes, jongens. Dank je. Geluk. Hey. Zo, hoppakee. Jongens, een prachtig mooi, groot, schoon appartement. Vakantie red. Daar wordt iedereen vrolijk van. Nu Raf 1 jaar oud wordt, willen Claudia en Michael dit met de hele familie vieren. Ze boeken een weekje Centerparks, inclusief annuleringsverzekering. Het mooiste was ook nog dat we eerst zoiets hadden van waarom zouden we dat überhaupt doen? We zullen hem toch niet nodig hebben. Ik bedoel, we willen deze reis maken, dus die gaat hoe dan ook gebeuren. Maar wanneer de vader van Claudia plotseling een herseninfarct krijgt, doet de verzekeringsmaatschappij er alles aan om de annulering niet te hoeven vergoeden. Het is niet normaal dat je zo'n stapel aan papierwerk hebt om gewoon gebruik te maken van je annuleringsverzekering. Ja. Hoe belangrijk was die vakantie voor je? Ja, met zijn kleinkinderen en met zijn familie op vakantie, maar dat zit er nou niet in. Claudia en Michael hebben de annuleringsverzekering via de website van Centerparks afgesloten.
Dit betekent dat Center Parks verantwoordelijk is voor de verzekering. Ik heb natuurlijk over na zitten denken van wat kan ik doen en wat wil ik graag. Dus mijn voorstel is om nu naar Center Parks te gaan, naar het hoofdkantoor. Mm-hmm. En het gewoon niet weggaan voordat ze naar ons geluisterd hebben. En als ze naar ons luisteren, dat ik ze probeer te bewegen. Zodat jullie op een eigen moment, wanneer dat ook is, alsnog op vakantie kan. Kunnen, ja. Volgens mij hebben we een ijzersterk verhaal. Ja. En ze moeten gewoon naar ons luisteren. Zo, spannend? Ja, zeker. Ja. Absoluut. Spannend. Goedemiddag, ik spreek met Thijs Zema van het televisieprogramma Red Mijn Vakantie. Wilt u de deur even openen? Hallo. Hi. Ik ben Thijs Zema van het televisieprogramma Red Mijn Vakantie. Ik ben Jackie van Buren. Hi. Hallo. Ik was op zoek naar iemand van de directie of iemand die ik even mijn probleem kan uitleggen. Het is vakantieperiode, dus zoals u ziet is de directie wel niet aanwezig. Nee. U kunt mij de vraag voorleggen. Ja. Nou, het is een probleem. Deze mens, kom even bij zijn jongens. Hi. Dit is Claudia. Hi, ik ben Jackie. Hi, Michael. Dit is Michael. Deze mensen hebben bij jullie een vakantie geboekt. Mm-hmm. Bij Camping de Eemhof. En daarbij hebben ze via jullie ook een annuleringsverzekering afgesloten. Ja. Nou, wil het ongelooflijk vervelende geval zich voordoen dat zij vlak voordat zij gingen de vader van Claudia een hersenbloeding krijgt. Ja, en daardoor konden zij natuurlijk niet op vakantie. Nee. Maar daarvoor hadden ze natuurlijk die annuleringsverzekering afgesloten. Maar nou zitten ze in een rare touwtrek. Nou, ik kan daarop reageren, want daar weet ik toevallig wel meer van af. Nu is het zo dat we niet zo lang geleden met een nieuwe annuleringsverzekering zijn gaan werken. En daar hebben we dus ook meer klachten over gekregen. En wij zijn heel hard bezig om dat op te lossen. Want daar waren wij ook absoluut natuurlijk niet tevreden mee. Nee, want nou wil alleen natuurlijk het probleem. Zij hebben ontzettend veel in hun hoofd. Want Claudia de vader zit in een revalidatiecentrum, kan niet op vakantie. Ja. Zitten inmiddels in een soort bizarre papierwinkel waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Kunnen we nou niet iets organiseren waardoor deze mensen toch nog op een later tijdstip of wat voor manier die vakantie waar ze zo aan toe zijn kunnen krijgen? Een verzekeringsmaatschappij die niet wil uitkeren is ook voor Center Parks een vervelende, onwenselijke situatie. Zeker wanneer het om zo'n overduidelijk en schrijnend geval gaat als dat van Claudia en Michael. Jackie gaat dan ook meteen ruggespraak houden met het hoofdkantoor in Parijs. Nou, ik vind het wel altijd. Je denkt, nu staan wij hier. En dan, ik vind wel dat het een beetje meer vanuit hun moet komen nu. Ja. En niet vanuit de verzekering. Ja. Het benadrukt nu de verzekering weer, maar het komt van iets anders. Ja, precies. Yes. Nou, goed nieuws. Oké. Okay. Wij nemen het hele geval met Europe Assistance op. Mm-hmm. En jullie kunnen dan uiteraard op een ander tijdstip, als je vader beter is of in ieder geval er weer aan toe is om naar Center Parks te komen, kun je contact met mij opnemen. En dan gaan we weer een verblijf voor jullie regelen. Top. Okay. Ja. Dat is mooi. Ja. Ja, super. En uiteraard excuses voor de manier waarop het allemaal is gegaan. Heel veel sterkte met je vader. Nou, fantastisch. Zo. Ja. Hoe blij zijn jullie ermee? Ja, super blij. Ja? Helemaal goed. Uiteraard belt Claudia meteen haar vader om het goede nieuws te delen. We hebben goed nieuws. We hebben ontzettend goed nieuws, Jos. Vanaf het moment dat gaan we wat beter zit. En dan mogen we samen op vakantie. Okay. Goed nieuws, toch? Is goed nieuws, hè? Ja, zeker. Hartstikke bedankt. Natuurlijk. Ja. Bedankt. Yes. Geniet ervan. Ja, zullen we doen. En ik hoop echt zo snel mogelijk dat die ellende gewoon achter de rug is, joh. Ja. Dat jullie zo snel mogelijk op vakantie kunnen. Komt helemaal goed. Ik hoop het, man. Kijk. Hartstikke bedankt. Doeg. Bye. Ja, uiteindelijk hebben ze het gefixt bij Center Parks. Ze hebben ingezien dat die hele verzekering dat gewoon een totaal gek verhaal is. En nou hoop ik één ding, dat Jos zo snel mogelijk opknapt. Zodat hij gewoon met zijn kinderen en zijn kleinkinderen kan genieten. Dat heeft hij zo ongelooflijk verdiend. Reni, Iris en Celine hebben via Booking.com een vakantie geboekt op Mallorca. Voor een kleine €1100 krijgen ze 10 dagen een riant appartement in appartementencomplex Arcadio. Wanneer ze aankomen blijkt hun boeking tot hun grote schrik helemaal niet te bestaan. Ik ben nog maar net geland op Mallorca en via de alarmlijn komt een belletje binnen van 3 meiden uit Os. Totaal in paniek. Lange reis kwamen ze aan het hotel. En wat zegt het hotel? Jullie zijn overboekt. 3 jonge meiden totaal de weg kwijt. Ze zeiden: Rob, alsjeblieft, kom ons helpen. Ik ga er gelijk heen.
Meiden. Hoi. Hoi. Waarop? Iris. Hoi. Celine. Nou, ik ben allemaal net geland op Mallorca. En toen kwam er een alarmerend telefoontje van jullie binnen. Ja. Wat is aan de hand? Nou, wij kwamen gistermiddag aan bij Acario. Toen lieten we ons reserveringsnummer zien. Nou, was er allemaal niet. Dus die vrouw die stond er echt zo van, ja, we hebben niet. Doei. Dus wij stonden er eigenlijk al te kijken van, ja, en nou, wat moeten we nou doen? Toen waren we met de hotelbaas gaan bellen. We hadden via booking.com geboekt. Booking.com had in plaats van onze booking door te geven aan Acario, onze booking doorgegeven aan een hotel 60 kilometer verderop. Dus ik zei van, ja, hoe zie ik eruit? Wij komen hierheen om hier te zitten in dit gebied. Wij hebben betaald voor dit hotel, voor deze locatie. Wij willen gewoon hier zitten. En ja, ik werd echt heel boos op haar. Ik zei van, ik eis gewoon dat we hier blijven. En toen kreeg ik van haar te horen dat ik beleefd moest zijn tegen haar. En dat ze vond dat ik onbeschoft deed. Dus daar vond ik al echt een slechte service. Nou, toen hadden ze voor die ene avond geregeld dat we in Acario konden blijven. In het hotel dan? Ja, in het hotel, niet in het appartement. Wij hebben ook gewoon een appartement geboekt. Ja. Met een koelkastje en een waterkoker en een keuken. Ja. En kregen we er ook niet bij. Nou ja, goed, daar konden we nog wel mee leven. Ja. Komen ze vandaag aan. Nou jongens, allemaal leuk voor jullie geregeld. Weer alsof ze het allemaal goed hebben gedaan. Konden we naar een ander hotel, 500 meter verderop. We worden naar een ander hotel gebracht, 500 meter verderop. Nou, dat was echt 10 minuten met de auto, dus dat was al sowieso heel ver. Daar helemaal achterin ergens. En kwamen we bij dat hotel aan. Nou, 3 aparte kamers op andere verdiepingen, want ze hadden niks anders meer. En vervolgens belt ze ook nog eens op dat we daar zondag weer uit moesten. Want we konden maar tot zondag blijven en dan wisten we dus nog niet wat we naar zondag gingen doen. Dan moesten we dus weer iets nieuws kijken. En toen hebben we dus aan hun gehaald van, ja jongens, jullie hebben gelogen, dit is veel verder. En toen zeiden ze, nee, dat is niet waar, schoon dichtbij en toen hingen ze op. Dus toen waren we er zo klaar mee. Toen dachten we, ja, we hebben gewoon echt niks aan met hun bellen. Want ze helpen ons gewoon helemaal niet. En ze denken ook niet mee met een oplossing. Wij betalen voor iets en hun geven gewoon iets heel anders. Het is niet mijn probleem dat hun boeking is misgegaan. Wij hebben betaald voor deze boeking, dus hun lossen het maar op. En dat doen ze niet. En dan gaan ze ook nog een grote mond teruggeven als wij zeggen dat hun het op moeten lossen. Een korte opsomming, je komt na een lange reis kom je aan bij je hotel. En dan zeggen ze gewoon glashard. Jullie staan op de lijst, het is overgeboekt. Ja. Ja. Nou, vervolgens moet u dan 2 uur wachten voordat er een reactie komt vanuit Nederland. Ja. Ja. Nou, dat is ook heel kwalijk. Daarbij zit het hotel ook nog eens kilometers van het strand- en uitgaansgebied. En in plaats van in een groot appartement zitten ze in 3 kleine kamertjes verspreid over verschillende etages. Oh ja, en dat is maar tot zondag, want daarna staan ze weer op straat. Maar volgens de reisleiding is dat geen reden om te klagen. Nou, en wij waren al gewoon al zo boos, hè. En wij kregen gewoon te horen van... En toen kregen we 3 kamers, zeggen ze, ja, sorry, dat hebben we gewoon niet anders. Nou, en ik begon gewoon te huilen. En hun daarna ook. Echt, ja, dat begrijp ik. Je wordt er echt verdrietig van, denk ik. Als jullie allemaal apart op je kamer zitten te huilen van ellende. Ja, dat gun je niemand. Ja, ik probeer dan meestal nog een beetje zo van, nou jongens, kom op. Het is zo, het is niet anders. Maar op een gegeven moment begon ze als ik te huilen. Omdat het gewoon echt... Ja, het was gewoon echt helemaal niks. Maar toen dacht ik echt, nou zijn we er klaar mee. Dan gaan we gewoon bellen. Want ik kon gewoon echt niet meer. Ja. Hey, maar dan zie ik ook dat jij iets aan je voet hebt. Ja. Wat is dat? Ben ik gisteren uitgekleed. Ja, maar ik kom verstuit. Jeetje. Ja, en nou zitten we nog een eind verderop dan bij het oude hotel. En dan, ja, ik kan niet lopen zo ver. Dus alle ellende komt samen. Ja. A, je bent overgeboekt. Ja. B is de oplossing dat jullie eigenlijk mijlenver weg worden gestopt. Nou, waar je niet akkoord mee gaat en terecht. En op een hele heuvel. Vervolgens stoppen ze je dan in een hotel. Met 3 aparte kamers op 3 verschillende verdiepingen. Ja. Nou, dat lijkt me ook niet heel erg prettig. Nee. En dus overmaat van ramp, ga je nog door je voet heen. Ja. 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 Dus je kan helemaal niet komen in het gebied waar je eigenlijk wil zijn. Nee. Ja, met een taxi. Ja, met een taxi. Hè? Ja. Ja, en dat kost ons elke keer weer extra geld. Wij zaten daar, dat het mooi te doen. Wij zaten daar gewoon perfect. Perfecte locatie. En dan, nou zoeken wij het maar lekker uit, ja. Hoe is het? Hoe voelen jullie je, dames? Ja, boos. Kut. Ja, echt heel boos. Balen. Vooral door hun service, zeg maar. Hoe ze ons behandelen. En dat wij telkens weer opnieuw kunnen gaan verhuizen. Ik denk al meteen van, oh, en dan moet ons dan weer overkomen, hè? Ja, dan voel je in de steek gelaten, hè? Ja, echt, niet normaal. En ik vind het echt schandalig eigenlijk, als ik het hoor. En, maar wij bijten hier ons vast, we laten hier niet los. Vind je het fijn? Ja, zeker. Mooi, oké. 3 vriendinnen dachten 10 dagen vakantie in een riant appartement te gaan vieren. Maar wanneer ze op El Arenal aankomen, blijkt hun reservering helemaal niet te bestaan. Hoe voelen jullie je, dames? Ja, boos. Kut. Ja, echt heel boos. Balen. Vooral door hun service, zeg maar, hoe ze ons behandelen. De reisleiding stopt ze ver weg in 3 piepkleine kamertjes. Ja. Jeetje. Dit is trok. Ja, niet erg veel ruimte met alle koffers. Maar wat een klein hok, jongens. Ongelooflijk, joh. Ja. Hebben jullie wel geen balkon? Nee, dit is zo'n raar. Nee, eigenlijk hadden we dat dus wel, maar ja. Ze hebben jullie echt in 3 hokken gestopt? Ja. Dit is de badkamer, jeetje. Een klein hokje, joh. Kan het wel dicht allemaal?
Nou, dat was niet net. Gaat echt net, hè? Wow. Het kamertje van Iris ligt ook nog eens 2 verdiepingen lager. Ja, dit is jouw hok. Ja, mijn hokje. Je hebt ook echt een smal bedje. En ze is helemaal je eentje hier. Ja, in de verdieping met allemaal onbekende mensen. Ja, dus houdt nog heel vol. Ja. Hè? Even nog, gaat nog? Ja. Ja. Ja, maar ze zeggen maar je wordt een beetje te veel ook, denk ik, allemaal bij elkaar. Ja, echt. Ze nemen jullie ook in het ootje. Ja. En dat is gewoon hartstikke vervelend. Je wordt niet serieus genomen. Nee, echt niet. Nou ja, weet je, meiden, er is maar één taak voor mij. En dat is, we gaan bellen. We gaan het hotel uit. Ja. Want ik laat jullie geen minuut langer hier. Rob voegt meteen de daad bij het woord en klimt de telefoon in. Hopelijk weet hij de reisleiding er wel van te overtuigen dat dit echt niet kan. Goedemiddag. Goeiedag. Hey, ik zit hier met 3 meiden uit Os en die hebben een probleempje. Ik denk dat jullie wel weten over welke meiden ik het heb. Eigenlijk wil ik zo snel mogelijk met u eventjes, dat u eventjes hierheen komt. Dan kunnen we eventjes kijken of we het snel kunnen oplossen. Maar hoe het nu wordt opgelost is geen oplossing. Want die meiden zitten echt in 3 kleine kiphokken. En die meiden zijn heel erg verdrietig en er moet gewoon heel snel een oplossing komen. Dat die meiden, de meiden weer herenigd worden en dat ze gewoon ook in de plaats zitten waar ze ook voor geboekt hadden. Ja, oké. U gaat mij zo meteen even terugbellen dan, hoe of wat? Ik ga je zo bellen. Ja? Oké, dank u wel. U wacht op mijn telefoontje. De meiden hebben er weinig vertrouwen in naar hoe ze gisteren behandeld zijn. Ze gaat er gelijk werk van maken en dat moet ook. Beetje apart dat het alleen... Ja, maar nu gaat ze het doen. Het kan nog lang duren, dat kennen we wel. Nog even geduld. Nog even geduld, meiden. Ja. Kom goed. Maar na een half uur is ook Rob's geduld op. Dit keer krijgt hij niet Jenny, maar Christophe aan de lijn. Dag met Christophe. Ja, goeiedag met Rob Geus van het programma Red Mijn Vakantie. Hallo. Hey, ik neem aan dat jij onderweg bent hier naartoe? Ik ben onderweg naar een van mijn hotels. Maar ik heb vernomen van mijn collega Jenny dat u wil al spreken of iets. Ik wil gewoon even één van jullie eventjes spreken hier ter plekke, want... Ja, op de manier hoe dit gegaan is, dat verdient niet de hoofdprijs. Nou ja, dat is een beetje overdreven, hè. Maar, nou, ik ben er net geweest. Er is niks overdreven van. In ieder geval met een oplossing voor te zoeken. En er zou rond 5:15 een oplossing komen. Dat is nog 3 minuten. We wachten even af, hè. Meneer Geus. Dat is uw naam toch, hè, Geus? Ja, heel goed. G.E.U.S. Ja. Klanten van jullie hebben een probleem, jongens. Oké, ik ben nu bezig. Dag. Nee. Dit is toch bizar, jongens. Hé. Wat een onfatsoenlijke manier van communiceren, jongens. Sorry hoor. Respectloos hoe ze met jullie omgaan. Dat ben ik echt. Rob is helemaal niet van plan om op wie dan ook nog te wachten. Ja, meneer Geus. Goedemiddag. Hi, het is inmiddels al 6:13. Dus ik denk, Nee. Mijn kantoor is er nog steeds mee bezig, meneer De Geus. Mijn kantoor is mee bezig. Ik heb nog geen telefoontje gehad. Stop even en ga u even bellen. Even kijken dan wat de kantoor in die tussentijd heeft gedaan. Ja, graag, want die meiden willen echt aan hun vakantie gaan beginnen. Ja, dat zeker. Dat begrijp ik. Ik ga je zo bellen, meneer De Geus. Nou, maak me gek. Tot zo. Ongelooflijk, joh. Rob vindt het maar een vreemde situatie. Hij krijgt het gevoel als een kleuter toegesproken te worden. Het is allemaal een beetje op de toon waarvan ik denk... Ja, daar krijg ik een beetje een vreemd gevoel van. Serieus genomen. Ja, maar dit is dus echt al de hele tijd. Maar ik denk dat wel heel goed dat jullie ons hebben ingeschakeld. Uit de eerste hand ervaart Rob tegen wat voor muur de meiden gisteren aangelopen zijn. Wonder boven wonder belt Jenny nu wel binnen het kwartier terug. Ja, meneer Geus. Morgen naar de appartementen. En met z'n drieën, gewoon in een 3-kamer-appartement heb ik aan dan? Ja. Dus eigenlijk wat ze geboekt hadden, daar kunnen ze nu morgen naar terug? Daar kunnen ze vanaf morgen dan kunnen ze in. Of anders, als ze zeggen van hebben we geen zin om weer te gaan verkassen en inpakken. Nee, heel graag. Nee? Ja, ze willen zo snel mogelijk weg. Dan gaan we dat regelen. En ook nog een vraagje, want ze hebben natuurlijk een hoop ellende meegemaakt. Kunnen ze dan vanavond nog lekker op jullie kosten een hapje eten? Ja, oké. Hapje eten, geen kreeft. Nee, dus... Gewoon een normaal hapje. Ja, dus ze mogen de rekening eventjes bewaren dan. En die, met een drankje erbij. Ja, en geen champagne. Nee, dat begrijp ik. Laat me niet te gek doen, hè. Groetjes. Ja. Wat is dat nou zo moeilijk? Echt? Yes.
Dames. Oh, hey. Eindelijk. We zijn blij, hè? Ja. Ik zie weer een klein traantje komen. Mooi, hè? Maar we hebben al een traantje van geluk, denk ik, ja, of niet? Ja, maar morgenochtend lekker genieten. Ja, oh, en we kunnen bunkels eten. Hey, en ik zei geen kreeft. Ik zou lekker een grote tornado pakken. Ik wou net zeggen, biefstuk is ook duur. Oh, en lekker soepje vooraf. Ja, kijk, niks en ze zei, ik wou net zeggen. En ze zei geen champagne, maar ze hebben heerlijke rosé hier. Ik wou net zeggen. Ja, en vodka Red Bull. Paar suggesties. Oh, lekker. Geniet ervan, hè? Dankjewel. Doei. Volgende keer in Red Mijn Vakantie. De familie Elisa dacht een hele leuke vakantie te hebben geboekt voor de kinderen. We hadden een vakantie verwacht, hè, dat ze konden spelen, konden zwemmen, konden van alles doen, hè, maar dat was niks, hè, voor hun. Ik vond het niet leuk. En Rob loopt voor de verandering weer eens tegen een hoop onbegrip aan. Not possible. Hey, the room is dirty. Hey, hola. Hey, the room is dirty. Hola. I have a question.